Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 september 2015, is het bulletin van woensdag. Vandaag gaan we verder met Rob, PD4 ROB's eigen visie op het elektron. En we doen dat met een herhaling van de meest recente 3 afleveringen. Wat is er dus nodig om elektronen te vangen? Wel nu, elektronen houden van koper en laten zich graag door magnetisme triggeren, dus een spoel die goed geaard is en een magnetisch veld dat automatisch ontstaat bij een in gebruik zijnde spoel. Het magnetisch veld ontstaat door de kern van de spoel heen en vormt een veld om de spoel heen waarvan de lijnen haaks staan op het elektrische veld dat evenwijdig rond de wikkelingen van de spoel loopt. Zet vervolgens een halve bolvormige antenne op de spoel zoals de koepelvormige van de Graaf met dubbel F antenne is en elektronen binnen het elektromagnetisch veld stormen erop af en doen het voltage wel met een factor 4 toenemen bij een gelijkblijvend amperage waarmee de boel is opgestart. Volgens de wet P is U mal I, of makkelijker gezegd Watt met dubbel T is volt mal ampère, hebben we dus 4 maal zoveel vermogen. Naar mijn idee kan dat alleen met wisselstroom en wel met een fase wisselfrequentie van zo'n 20.000 Hz. Reden is dat bij het opstarten van de spoel reeds aanwezige elektronen in het koper een startwinst geven. Tijdens de fasewisselingen blijven de elektronen gewoon doorstromen via de Van der Graaf antenne en levert dat 20.000 maal per seconde die startwinst op. Als u denkt, kan dat wel in zo'n korte tijd als 1/20.000ste seconde is? Bedenk dan dat de elektronen wel bijna de lichtsnelheid hebben. Het licht is in staat in die tijd het 20.000ste deel van 300.000 kilometer af te leggen. Dan moet je leren dan dat de elektronen binnen een straal van 15 kilometer in dit tijdsbestek de antenne kunnen bereiken. De vraag is nu, hoe ver reikt het magnetisch veld van de spoel? Tot zover de, zoals sommigen al hebben zien aankomen, Tesla coil. Gaan we verder met andere resultaten die experimenteerders, onderzoekers en uitvinders hebben bedacht en uitgevoerd. Met enige regelmaat zijn er filmpjes op YouTube te vinden van mensen die een elektromotor aan een dynamo koppelen, vervolgens de stroomtoevoer van de elektromotor afkoppelen en laten zien dat het boeltje gewoon door blijft draaien. Het elektromagnetische veld is dan dusdanig groter geworden omdat de elektromotor zelf ook deels als dynamo werkt. Dynamo en elektromotor lijken sterk op elkaar. Beide zijn gebaseerd op spoel en magneet. Als je een stroom op een dynamo zet, gaat hij draaien. En als je aan een elektromotor draait, levert hij stroom. Koppeld aan elkaar levert dat dus een dusdanig groot magnetisch veld op, dat het geheel zonder toevoeging van externe stroom blijft draaien. Kijk Vladimir Utkin daar maar eens op na. Kijk ook eens naar Joseph Newman, een uitvinder die een elektromotor belast met een luchtschroef of een waterpomp laat draaien op accu's en tevens ook een dynamo op die as laat meedraaien. Vervolgens sluit hij een paar 9 volt batterijen aan en sluit de batterij accu's af. Gevolg? Het geheel blijft gewoon de benodigde energie leveren om de luchtschroef, dan wel de pomp, dezelfde prestatie te laten leveren als theoretisch en praktisch nodig was bij de start met een flinke accucapaciteit en het daarmee gepaardgaande amperage. Het elektromagnetisch veld van dit geheel is door koppeling van elektromotor en dynamo echter dusdanig groter geworden dat er nog maar een paar 9 volts batterijen nodig zijn om het proces in gang te houden. Kortom, er worden elektronen uit de omgeving en of atmosfeer geoogst door het toegenomen magnetisch veld. En dan volgt nu nog 1 item in het Engels. The foil-type Party Pico balloon launcher Andy Nugent, VK3YT, could not resist the opportunity during a work assignment on the USA West Coast to float a few balloons. He was working for a month at San Jose. The out-of-sequence balloon, PS54, with a solar-powered APRS payload feeding a 25-milliwatt transmitter, went up last Saturday to test the local environment. In doing so, Andy VK3YT is the first to launch such balloons in both the southern and northern hemispheres. In fact, at last report, he had 2 of the balloons over the USA. His exploits and expertise have captured the imagination of many US trackers who mainly follow latex weather-type balloons until they burst and crash to ground.